Dat was toen op de Krom, die affaire met Suzanne en Cornelissen. Cornelissen er nu natuurlijk niet meer bij. Katwijk in de eerste aanval met Van Weerdenburg. Van Weerdenburg, aardige poging. Van de linker verdediger van Katwijk. Dat op de zevende plaats staat. Kozakkenboys twee plaatsen lager. Katwijk doet het dit seizoen uit goed. Kozakkenboys doet het thuis niet zo goed. Voortekenen dus niet goed voor de Werkendammers. Die hier de aanval doorzien lopen nadat de voorzet achter Thean belandde. Thean dan nu. En Van der Laan, die moet er toch in. Jordi Van der Laan. Het had zijn tweede doelpunt van het seizoen moeten zijn. Maar ja, had moeten. Daar heb je niks aan. Hilterman. Op Sanchez Angulo. Schot gekraakt. En dat is voor Kozakkenboys. Maar goed ook. Grote kans voor Katwijk. Een wissel dan bij Kozakkenboys. Keeper eruit, keeper erin. Arends geblesseerd. Niels den Hartog zijn vervanger. Essenboom roeit. Sanchez Angulo heeft hem en probeert het zo. Het is bijna, maar niet helemaal. Nieveld eraan top. Opnieuw Essenboom. Opnieuw de lange trap. En dan zit invaller doelman mis. Niels den Hartog. Dan is er eentje geraakt. Dan wil Katwijk een penalty. Maar die krijgen ze niet van scheidsrechter Erik Thijs. Dat had dan hier gemoeten. Nou, ik denk dat de scheidsrechter dat toch goed gezien had hoor. 0-0 de ruststand. Jan Zoutman snapt het niet. Dit is een mooi plaatje, maar zo hard waaide het echt niet in Werkendam. Waar Kozakkenboys op zoek is naar de eerste kans van de tweede helft. Via Van der Laan en Keukens. Keukens kapt Van der Ban uit. En dan is daar de goal van Bot. Scheidsrechter Thijs wijst naar het midden, maar heeft een vrije trap gegeven. Omdat er een duwfout gemaakt is tegen doelman Kieboom door Konrad. En ik denk dat de scheidsrechter dat goed gezien heeft. Geen doelpunt voor Kozakkenboys. Konrad. Beide ploegen missen overigens nog wel wat mensen vanwege blessures. Van Nuland en Drenthe er niet bij Kozakkenboys. Thean wel en die dwingt Kieboom tot ingrijpen. Katwijk mist ook niet de minste. Van Dam en Bergkamp zijn er niet bij. Keukens. Keukens vindt Konrad. Dit is een goede uithaal. En een goede redding van Kieboom. Mengering dan weggestuurd door Jongman. Zadige voorzet van Mengering en Suzanne. Mist de kans voor Katwijk. Zo langzamerhand gaan we naar de fase toe dat je denkt, degene die je maakt, wint de wedstrijd. Maar ja, wie maakt hem? Blokland vindt Jongman. Hilterman loopt een medespeler in de weg en daar. Sanchez Angulo en Mengering ook. Lopen elkaar in de weg, de twee aanvallers van Katwijk. Mekawi met de vrije trap, hoog, het is een vuurpijl. Hilterman kopt weg. Bot haalt uit. Hilterman blokt. En Thijs fluit voor het einde. Katwijk en Kozakkenboys komen in Werkendam niet tot scoren. 0-0 de eindstand.